Miauw. Hello, B-Redders. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Aquaguero. Het is ondertussen weer rete heet in Nederland. Dat is fantastisch. Ik geniet ervan. Uitermate genot hier. Op mijn gezicht. Ja, zin in. Ah. Ik moet even klagen. Ik heb airco, maar ik heb niet echt een legit airco die een kamer 18 graden houdt, zeg maar. Het is meer een gentle breeze in mijn face. Wat zeg je daar? Wat? Oh, je ziet de gigantische muur van China. Ja, dat zou zomaar eens kunnen kloppen. Deze heb ik niet gebouwd. Ik denk... Ja, weet je, er is maar één andere kandidaat die al zich heeft gevestigd bij het dorp. Dus het kan alleen maar zijn van... Oh, ik moet backspace indrukken. Oh, Valkeris. En volgens mij hadden we al ondervonden dat dat Don was. En het is ook wel geloofwaardig, want het is dus mega veel steen, hout en thatch en al die bada boom booms. En hij heeft hier wel de Doody en de Spankula. Hij heeft alleen geen bevertje. Dus het is heel geloofwaardig. Ik denk niet dat... Weet ik veel, een tante Yusu of zo dit heeft gedaan. Dat kan haast niet. No, no, no. Maar vandaag gaan we even snel knallen. Lekker kort, lekker snel, want het is super heet. We gaan dingen tamen. Eigenlijk wil ik een Sabertooth, maar ik kon nergens online vinden dat er Sabertooths waren. En ik heb ze tot nu toe ook nog niet gezien. Dus dan zou ik zeggen, Tilacoleo. Weet je wel, dat zou een optie kunnen zijn. Alleen, ja, dan moeten we wel eerst aan de Redwood komen. Goede nieuws is, ik heb wel mutten gefixt. Die kon je bij de White Canyons halen. Daarom, ergens dan op schapen rond. So that's nice. Ik heb mijn crossbow bij. Ik ga er denk ik nog even eentje extra maken. Op zich lijkt het mij ook wel handig om een zadel mee te nemen. Maar aan de andere kant ook weer niet. Had ik al een pick-up relic, by the way? Volgens mij niet. Nice. Lekker gefixt, babe. Top. We kunnen een zadel wel maken, though. Maar ah, is het echt handig? Het kan ook zonde zijn van mijn metal, weet je wel. En we komen fiber tekort. No, papi, niet de metal. Daar hebben we dus een sikkel voor nodig. Yes. Fiber. Ja, kunnen we wel even regelen, toch? En dan gaan we gewoon even heel snel bij de bing, bij de boom dingen knock-out schieten. Pak ik dadelijk ook nog even mijn extra trank arrows. Een easy game, easy win. Dat is hoe ik het vaak uitdruk, oké, mannen? Waar zitten de fiberonies? Loki wil ik ook wel even die PT hier temmen. Is dat oké? Waar is de PT? Is hij nog aan het... Neerdalen, kom je. Ik heb bolas, brother. Ik heb bolas. Ik heb de ace en ik heb de bolas. 130, papi. Get down here. Get down here. Ja, fijn, joh. Hij is helemaal niet zo lang op de grond. En mijn headshot doet geen torpor. Amazing. Ga knockout alsjeblieft, nu het nog kan. Please, thank you. Yes! 130 PTE in de poepoe geschoten. Eet mijn mutten. Oh, dat is iets te veel. Zoveel krijg je ook weer niet. Ik denk dat je daar genoeg aan hebt, oké? Dat is een lekker begin van deze gekke theme-aflevering, zoals ik hem nu alvast noem. PT in de pocket. Ik wilde eigenlijk gaan met het vlot. Maar een 130 PT kan ook zeker wel helpen, weet je? Wat gebeurt hier? Wow, mist. Ik hou niet zoveel mist. Dan moet ik alleen niet per ongeluk de PT gaan slaan. Dat gebeurt ook nog wel eens. Come on, papi. Hak weg, ja. Maar hij ligt precies in mijn fiberstruik. Nee! Misschien als jullie abonneren, dat hij dan weggaat. Ja, probeer het dus, zou ik zeggen. Of als jullie liken. Op het einde van de video. Of het begin, of nu. Maakt me helemaal niks uit eigenlijk. Veel doet het niet. Het ziet er alleen heel aantrekkelijk uit. En het is waardering. Vanuit jullie, voor mij. De man die met deze scheidtemperatuur een video aan het maken is. Yes, nou ja, we hebben in ieder geval wel genoeg fiber voor alles wat we willen. Oh, hij moet ook mee een appje. En dan is hij al van ons, joh. Lekker man. Nope. Movement speed up weer erbij. We zijn level 37 ondertussen. Het is ook wel handig dat ik nu dan even een PTE zadel maak. Vanzelfsprekend. Dat was overduidelijk veel te luid. Trouwens. Oh mijn god, ik ben zo'n noob. Tap. Keitin, nani. Ja hoor, we hebben hem getemd. Boonk. We noemen jou tafelvogel. Dat is de vogel van de tafelman. Het is eigenlijk geen eens echt een vogel. Maar oké, over deze hele muur in het dorp. Ik moet Don maar net even online treffen, want dan kunnen we samen in een tribe. Want het probleem is nu, zeg maar, ja, het probleem is er nog niet helemaal. Want ik kan deze deur niet openmaken, omdat die niet bij mij in de tribe zit. Deze deur wel, want er zit geen deur in. Zie ik daar nou een cave, of zie ik het even verkeerd? Hold up, let me check. Ik zag hier een dino vast zitten en ik dacht, wait a minute. Nanny, het is helemaal niks, of wel? Dat is echt geen... Ah, dat was een mooi plekje geweest van een grotje. Trouwens, nu ik erover nadenk, best weinig maps hebben we dat soort grotjes. De island had het heel sterk. Die had allemaal verborgen grotto's. Maar de rest eigenlijk niet. Niet echt. Het waren niet echt de beste grotten. Maar alsnog, het was wel een grot, weet je. Ja, yep, zeker waar. Oké, we kunnen dus twee dingen doen. De hele boot meenemen. Ik laat even trouwens één zo'n ding thuis. De hele bot meenemen. En dan de PT on standby. Lijkt me eigenlijk wel de beste. Zullen we dat gewoon doen? Let's do it. Maar ik doe wel even mijn berenmasker daarvoor op. Aangezien we de natuur in gaan. Ik heb hem weggegooid. Poepoe. Stop. Bear mask. Yes, klaar voor de natuur. Ahoe.
We doen de sikkel ook even weg. Steekbot, dan ga dan weg van mijn huis, man. 105 en dit. Je bent zo irritant. Tafelman raft. Assemble. Dit is heel... Dit is... Huig. Waarom doe je zo, hè? Eerlijk. Tafelvolk. Waarom doe je... Je stond op de rand. En dan woeps je er gewoon vanaf. Bruh. Bruh, dat is echt niet oké, bruh. Oké, tafelvogel. Blijf. En hier gaan we. Vanuit de haven. Is mijn raft te zwaar of wat gebeurt hier? Zit ik vast? Oh ja, hij heeft nog steeds een gek vaarpunt. Dat is zeker dat achterste of zo. Hij gaat gek genoeg niet vooruit. Hij gaat zijwaarts. Ik heb bijna door wat hij aan het doen is, maar nog niet helemaal. Wat? Ja, joh. Zit je weer even een arkje te poelen terwijl ik even niet kijk? Deze raft is vervloekt. Ik zit op de vervloekte raft, jongens. Hier kan ik dus eigenlijk helemaal niks mee. Zie je dit? Nou denken jij, hij is los. Nou, let op. Ik kan niet vooruit komen, hij blokkeert. Ik schiet gewoon door. Komt toch niet door de PTE of zo, hè? Nee, dit ding is echt broken, man. Ah, maar ik wil wel mijn raft erbij hebben. Kom op. Een avontuur vanuit de haven kan niet zonder raft. Raft? Vooral omdat PTE's zuigen voor lange afstanden. Come on, dude. Nee, ik moet die raft gewoon weer... Raft. Kak. Ik maak al snel een nieuwe. Jij blijft hier. Ik duik erin. Wee! Aquaman. Oh, Megalodon man. Nee. Haaien. Maar ja, ik ben een beer onder water, dus weet je. Vind ik zat. Wacht, nu doe je het. Nu werkt die. Kom maar door mijn PTE. Dat zou dan helemaal dom zijn. Dan ligt het geen eens aan de map. Dan ligt het weer aan Ark. Verdomme, Ark. Waarom stel je altijd teleur? Waar is Minecraft, Rudy? Waar is Hytale? Voor je het als Hytale heet dat toch? Bring back Fortnite, Rudy. Kunnen we nu weer... Ah, nu kunnen we normaal doen. Top. Oké, Redwood. Waar is Redwood? Oh, wauw. Een regenboog. Is dat nieuw? I don't know. Maar het is een regenboog. Welkom terug iedereen bij een nieuwe aflevering van Atlas. De game met boten. Maar dan geen Ark. Maar toch weer wel. Je kan dingen temmen in Atlas. Misschien is Atlas over 2 jaar legit een goede game. Misschien ook niet. We zullen het zien. Misschien. Of niet. Boeien. Ah, moet je eens kijken. De plek van mijn oude huis. Oh, daar staat mijn oude huis. Top. Gezellig. Nostalgie. Nu al. Met een aflevering. Wat is dit? 3 of zo? 4? I don't know. Nostalgie. Nostalgie. Oh, dan komt er opeens een haai en vogel aanvallen en de vogel blijft zitten. Het is game. Ik heb zin in Minecraft, jongens. Het is de hitte, oké. En de game. Ik ben überhaupt gewoon bang dat ik geen Sabertooth ga tegenkomen. Dus waar ik op mik is een beetje de hoge Redwood. Waar echte dikke bomen staan. Dus daar boven de heuvel waar ik tegenaan kijk. Dus het lijkt me slim om hier een beetje op de scheiding te staan. Dan kan ik makkelijk mijn raft terugvinden. En vanuit hier te vliegen, want ik kom nauwelijks dichterbij anders. Kijk, draai hem vast. Jeet. Dope. Oké, nou, dat was dat. Dat was het vaaravontuur. Tafelvogel. Laten we even hier de omgeving bekijken. Wauw, dit is mooi en groen. Hier had ik ook wel willen wonen eigenlijk. Maar dan hadden we geen haven gehad, want hier zit alles veel te hoog. Hier kun je niet wonen. Dit is een plek vol leugens. Ik zweer het. Wel vet gebied hier. Dit hebben ze wel heel tof gemaakt. Ik vind het vooral heel chill dat het hier vlak is. Oh, en dat er T-Rexen zijn. Top. Oh, en paardjes. Top. Nee, maar deze vlaktes heb je niet te veel maps. Dus dat hebben ze wel echt doop gemaakt. Sopdodons spawnen hier ook. Je spawnt ook over ze. Oh, dat is de nieuwe buddy. Oh, daar is die. Ik heb geen spyglass. Ah, en van deze mannen moest ik dan een eieren stelen en die uitbroeden of zo. Oh, hier is al een nest. Oké, dan weten we ook waar dat te vinden is. Dus ik kan hier nou gewoon een eitje nakken en gaan eigenlijk. Top. Oké. Maar daarvoor komen we hier niet, hè? We weten... Kijk, daar hebben we de ovis. Die ga ik ook meteen even killen. Voor de extra mutten. Ik heb nog best wel veel, maar weet je... Nooit genoeg. Mutten is de best poepoe in de game. Jammer dat die PTE-aanval nog steeds niet goed raakt. Sterf! Echt, die hitboxes zijn zo dom. Waarom is niet alles gewoon vierkant? En we hebben weer meer dan genoeg mutten. 252 erbij, top. Oké, en wat leveltjes. Maar niet veel. Genoeg om even wat stemmen erbij te pompen. Ik ben nu eigenlijk wel een flinke detour aan het nemen. Dit is echt een vet gebied, oprecht. Dit hebben ze heel mooi gemaakt. Oprecht. Oh, dat is een cave. Cave? Nee, ik wilde een Tame XXXXL aflevering maken. Maar hier is wel een cave. Wat? Je hebt... Oh. Zet je WhatsApp trouwens. Jongens, stop. Ja, hier wil ik eigenlijk niet... We gaan hier even verder in. Oké? Ik wilde net zeggen, hier wil ik niet verder in. Maar stiekem toch wel. Tomahawk ready. Is het een artifact cave or not? What's this? What's this, G? Hallo? Skibidabapapadibidabapapadabadaboompadam. Hello. Ik heb geen eens een pike. Het is gewoon een doorgang. Poebedabipapadibidabapap. Kak. Waarom ben je groen? Wat is dit?
vreemd, dat zeg ik je. Boobedebap. Oké, let's go. Wow, fel en mooi. Kijk de zon, jongens. Ja, dat ding kwam dus daarboven ergens uit. Daar bij, ik denk dat bij die inner, dat gat. Daar. Inner butthole. Jezus. Dit is echt het mooiste arkgebied ter wereld. Ik zweer. Je kan zeggen wat je wilt, maar omdat het zo kleurrijk groen is, in contrast met dat witte, I like it. I really like it. Nou wordt het stom. Ik heb namelijk geen... Oh, kristal. Als ik dat ergens vind, moet ik het hakken. Ik heb dus geen spyglass. Dus ik ga niet weten welk level, hoeveel torper en welke boom. Ik wil daar iets anders zeggen, maar welke boom ze hangen. Dus waarschijnlijk gaan ze me doodbijten. Dat die dingen echt aimbot hebben als een gek. Oh nee, waarom ga ik ook gewoon meteen voor een aimbot dino? Zo dom, man. Maar wel grappig. Het zou zomaar kunnen dat er één op de grond loopt. De kant is wel klein, maar het kan. Ik hoop echt dat er hier ergens in zit. Gewoon aan de rand. Dat zou de dream zijn. Ik moet even gewoon gemiddeld gezien wat hoger vliegen. Ik kan ook een beer temmen, dat is ook wel sick. Maar ja, een Tidacoleo kan klimmen en zo. Ik weet niet, dat is iets meer... beter voor het terrein. Maar een beer is ook wel sick, ja. Oh, je kan die dingen nooit goed zien. Dat is zo naar. Terrabird, ja. Oh, ik zie er één, volgens mij. Dat is er één, toch? Oh, dat is een beer. Ik dacht echt dat ik hier één op de grond zag staan. Maar ja, het is gewoon een beer die... compleet wordt geslacht door een Carno en een Terrabird. Ai, ai, ai. En daarom wil ik geen beren. Grapje, jongens. Beren zijn ook gewoon prima. Respecteer de beer. Hashtag. Oh, wat is de... wat is een world border? Bruh. Dat is zo lame. Ik wil hier doorvliegen. Dus, ga je nou limitaties op mijn spel zetten? Waarom? Het valt me echt op dat elke beer hier wordt geslacht door een Terrabird. Ah, oh, ik dacht dat ze dat waren met Scintilla. Of niet mega dinges. Megatheriums. Kak, dude. Ze hebben dezelfde vacht. Zie je? Het lijkt er echt op. Het is gewoon nog moeilijker dan ik dacht, denk ik. Wat? Oh, hey, een alfa. Chill. Chill, bro. Oké, als hier een alfa loopt, betekent dat vaak dat hier Tila's zitten. Waarom, vraag je je af? Nou, kijk. Als ik er één vind, wordt die waarschijnlijk op de meest moeilijke plek gevonden. En dat is bij een alfa om de hoek. Oh, een rode drop. Hou chill. Dit is wel even de dream, hoor. High in the clouds. Met mijn vogel. Wauw. En een beer ook nog eens, hè. Eigenlijk moet ik wel gewoon een beer temmen. En dan een beer op een beer zijn. Dat is op zich wel de dream, hoor. Als ik een high level beer kan vinden... niet dat ik een spyglass bij me heb. Ik heb vanzelfsprekend gewoon nog steeds geen crystal. Oké, hier wordt het gevaarlijk. Want dit is allemaal net wat denser. En ik ben geen denser. Wat? Dus hier wordt de kans gewoon groter dat ik van mijn ding word afgegraaid. Gesnijd. Welke level is die beer? Dat is geen beer! Kak! Maar dat is wel een beer. Yo, die beer ziet er ziek uit. Dat is wel level 15 of zo. When you third party in Fortnite. Got him. Oh, cool. Dit is het moment dat ik word aangevallen en dood ga. Ja, toch? Nee? Oh, chill. Gunners. Yo, oh, gast. Hier is een hele natuurlijke brug, joh. Dope. Konden jullie ook al zien? Hoefde ik niet per se te zeggen. Weet ik. Maar boeien. Hou je mond gewoon. Dit is een heel tof gebied. Kijk, jongens. Natuurfilm. Kijk, jongens. Eén afwijkende boom op een rots. Want zo werkt de natuur. Groeien maar. Dit is gewoon letterlijk iemand een zaadje laten vallen van een boom. Van die specifieke Sakura-tree. Anime Lord Rudy-san. Ziet een beer. Maar is het de master beer? Level 130! Ja. Oh, wacht eens even. Oké, you stay there, Omi. Level 130 kan ik mee leven, weet je. Maar dit is natuurlijk 100% de plek waar je crystal kan vinden. Oké, we zitten jou op... Oh, nee, is ook passive. Dit is gevaarlijk. Hier zijn T-Rexen. Maar er is hier ook kristal. En kristal doe ik er nu even voor. Dat vind ik ook weer zat. Anders kan deze makker even niet vliegen. Wat gaan we droppen? Nou, niet veel. Want, spyglass. Yes! We maken de spyglass. Eindelijk. Zo handig. Top. We hebben de spyglass. Wat kunnen we nog even droppen wat zoveel weegt? Ik denk steen. Ja. Het is wel handig om veel meer crystal mee te nemen. Maar ja. Ik zie, je zit direct in het zuiden van ons eiland. Oh, dat is een Argie. Argie is ook heel dope om te hebben, maar... I don't know. Lijkt me niet echt handig voor nu of zo. Ze zijn sowieso niet meer wat ze waren, dus... Oh, dat bevalt me niet. Dat bevalt me niet. Troedons. Ik heb echt een hekel aan troedons. Argy is level 15, maar... Vraag eens even of die beer hierop kan komen. Level 130 dire beer. Ja, ik kan hier niet opkomen, maar ik ga dadelijk echt onnodig veel wegrennen. Let maar op. En dit is ook niet echt een easy team of zo. Die Argy gaat dadelijk ook sowieso nog in mijn rug komen. Die beer die vlucht waarschijnlijk het water in. Troedons vertrouw ik absoluut niet hier bij de beer. Absoluut niet. Zou kunnen dat die beer aanvallen wanneer hij aan kantjes is. Dat weet ik niet 100% zeker. Jawel, hier, daar gaat hij al. Daar gaat hij al. Dan realiseert hij zich van, ah, oh, ik kan hem niet pakken. Ah, oh, hij zit misschien wel vast.
Alhoewel, ik twijfel. Hij schiet dadelijk waarschijnlijk los. Ik hoop alleen dat hij richting mij losschiet. Maar eigenlijk hoop ik dat hij gewoon niet losschiet. Laat ik even eerlijk zijn. Moet ook zeggen, ik doe meer HP damage dan torpor damage. Het is wanneer zijn beren zo matig. Kom op man, hij heeft 2000 HP, 9000 torpor. Hij is al bijna op de helft van zijn HP, maar nog niet op de helft van zijn torpor. Oh god, nee, dit kan geen angel. Het gaat hem nooit worden. Oké, hij regenerate wel, dat is mooi. En nu rent hij dadelijk waarschijnlijk het water in. Ik moet echt op zo'n randje staan van, ah, je kan me pakken. Maar ook weer niet. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, broeders, ik ga deze even heel rustig gaan temmen. Jullie zien het wel wanneer die binnen is of dood is of in het water ligt of dat er iets vervelends gebeurt. Aight, aight. Zoals nu. Hij rent heel vervelend weg. Kijk, je kan mijn billen pakken. Boebeloe, boebeloe. Oh, dat was een vervelende tame. Hij viel me eigenlijk nog gewoon mee, want normaal... Ja, je moet standaard normaal gewoon dingen bouwen voor tames. Trouwens, dit kan ik helemaal niet pakken. Waar ben ik mee bezig? Ziet er wel echt ziek uit trouwens. Bask into the light. Blalalalala. Yes. Maar we hebben wel de beer. Ik ben alleen even de kluts kwijt nu. Ik heb een leveltje omhoog. Twee levels omhoog. Nice. I killed the Troodont. Deze berg is wel echt handig om te onthouden. Hier zit zoveel metal op. En nog wat crystal. En een T-Rex. Of vijf. Allo's. Ik heb echt een hekel aan allo's. Zijn te sterk. Soms in packs. Oké, maar ja, chille plek. Het is nacht. Dat zien jullie waarschijnlijk wel. Toch? Ja, oké, mooi. Ik ben gewoon even compleet kwijt waar... Oh, wauw. Ik ben dichter bij het huis dan bij het vlot. Jammer genoeg geen Tila's meer gezien in de tussentijd. Dat is wel een beetje mijn doel. Ik weet niet. Dat zijn gewoon even fijne dino's om te hebben voor de land. Travels. Ze kunnen een beetje vechten, ze kunnen klimmen. En zijn op zich best wel tanky, de spanky, maar ja. Archies zijn gewoon niet meer wat het was, joh. Ik vond Archies altijd gewoon mijn favoriete dino. Echt, gewoon 100% mijn meest favoriete. Alleen, toen kon je ze nog op movement speed levelen. Toen nog tijd, vroeger. Jezus, dat waren tijden, jongens. Zo, joh. Dat waren we toch eens tijden. Het mag nu langzaamaan toch even dag worden, want ik zie echt helemaal geen hond. Wacht, ik kan dit doen. Oh, dit gaat me wel helpen met een Tilakaleo zoektocht. En als ik bunkers wil vinden, zoals deze. Bunker de bunker. Zit hier binnen iets? Helemaal niks. Is dat geen kistje of zo? Gek. Ah, hier is nog een 145 female direbeer. Ah, jammer. En een slak. Ah, is wel handig. Ah, ik kan nog geen veggie cake maken. Hé, maar weet je wat? Desondanks het heet is... ja, dat... Heeft broeder wel, ja, een dire bear getamed. Oké. Meh, 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 meh. Daar ben ik weer. Meh. Yes. Yes, yes. Dan zul je denken, Rudy, je moet echt een keer een huis hebben. Zeker waar. Alleen het bouwen is makkelijk als je bij elkaar in het ding zit. Juist. Dit is de nieuwe, doel. Dit is beer. Bear. 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 Yes. We hebben een machtige beer getemd. En zijn naam is... Tafelbeer. Yeah. Hi, jongens. Oh, wat, hè? Een honingbeer. Bee protection. Oh, oké. Dat is gewoon een symbooltje voor vertaan. We hebben de beer. Oh, hij rende toch sneller naarmate je... Oh, yes. Dat doet hij. Oh, ja. Oké. Dit is wel een waardige grondmount. Hier komen we tenminste ergens mee. Nice. Nice, we hebben gewoon een lekker beertje. Jee. Hoppa, hoppa, hoppa. Lekker man, lekker man. Juist ja. Oké, broeders, beroeders. Ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Ark Falguero. Ik hoop dat ik de volgende keer contact kan smeden met Don San. En eventueel andere mansannen. Maar dat zullen we zien. Tot de volgende.